Ja, ik wil er eigenlijk nog een paar vragen bijvoegen bij collega, met de vragen van collega Bagar. Hoe zit het met het slachtafval? Het slachtafval, was die er? Ook de vraag of het stad de komende jaren het offerfeest zal blijven faciliteren. En hoe zit het met het aantal aangeboden schapen tegenover het vorig jaar? En het overleg, zoals collega Bagar, is die er geweest? Graag eigenlijk met wie? We zijn wel benieuwd. En wat is volgens de schepen een oplossing voor de tijdelijke slachtvloer? Dank u. Ja, ik vind het eigenlijk wel eigenlijk heel spijtig dat eigenlijk de vorige legislatuur altijd eigenlijk heeft gezorgd voor een degelijke oplossing. Want het gaat hier niet over een paar mensen, het gaat hier over wel duizenden burgers. Dus, en als we vinden dat het slachtafval met de jaren heen is gezakt, dan vind ik dat heel belangrijk dat de stad ook haar verantwoordelijkheid moet nemen en zich niet gaat schuilen achter een of andere minister of een of andere Vlaamse decreet. Dus wij vinden dat het heel belangrijk is dat de stad de voorzieningen blijft organiseren. Hè, dus om onverdoofd ritueel slachten in grote getallen dan tijdens het offerfeest mogelijk te maken. Dit is een gewone morele plicht voor het stadsbestuur tegenover 30% van de bevolking. Ik vind het spijtig dat ons gewoon van de kat naar de muur stuurt, maar wij willen een oplossing en wij zullen ervoor blijven vechten. Dank u. Nog een kleine anekdote. Sorry, meneer Schepen. Ik vind dat vreemd, dat woord moslima, I doubt, Nabila. Ik heb niks tegen dat meisje. Maar mijn vraag is eigenlijk. Ik ben eens benieuwd hoe dat de ouders.